Ja, man. Kom af. Ja. Kijk, ijs op het water. Dat is voor het eerst. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een maandag, 1 februari. Ja, en de tijd gaat hard. Als je niks doet, gaat het even goed wel door. Het is 13:37 en de wacht is op Astrid. Die komt rond 15:15 en dan kan ik met de hondjes uit. Want ik weet niet wat ik heb, maar... Ja... Sommige dingen willen we niet met deze nieuwe mobiel doen. Zoals de foto die ik altijd over 2 telefoons heb gehad. Hij was er mee overgekomen, maar vanochtend zag ik staan dat hij hem niet zag. Wat? Hè? Hoe kan dat? Dus dat begrijp ik al niet. Dus ik heb nou maar even een foto van mezelf met de 200 op mijn schoot neergezet. Ja. Ja, kijk jullie even uit, dames. Nou ja, de beste Trinola. Ja. Beste Trinola. Nou, dan loopt Gandalf hier ook nog rond. Gandalf! Ja, man! Gandalf! Ja! Hé, Gandalf hier! Ja, de Gandalf hier! Ja, kerel! Dus ja, al met al... het is allemaal vreemd gegaan vanochtend al. Niet in orde. Nou ja, niet dat dat vreemd is, want dat ben ik wel gewend. Want dat loop ik al jaren mee te sukkelen, maar dat komt eerder door. En dit wordt voor mij een zware dobber deze maand. Ik zal het jullie maar gelijk even weer vertellen. Doe normaal even, jongens. Dames, hallo. Hallo, Rijka en Elling. Klaar nu. Klaar. Nu. Elwin hier. Ga liggen. Hier, liggen. Liggen. Ga je dat? Af. Goed zo. Hehe. Nou, in ieder geval deze maand en maart zijn voor mij een rotperiode. 20 februari reisden wij voor 4 jaar geleden af naar Den Bosch. Van mijn schoonmoeder die te vieren. 25 februari is mijn mannetje overleden. Heel onverwachts. En 3 maart wordt het de dag dat ik hem heb kunnen laten cremeren. Dus kon ik hem wegbrengen. Is allemaal niet leuk. Nee. En in hetzelfde jaar. Vele maanden later, 27 november, zei mijn schoonmoeder ook van, bekijk het hier maar op aarde, ik ga naar mijn zoon toe. Dus die is op 27 november overleden. Dus ja, niet fijn voor mij. Nee. Maar oké, ik neem jullie daarin mee. En ik hoop dat jullie dat toch wel fijn vinden, dat ik dat wel met jullie wil delen. En het komt allemaal goed. Laat het hopen. Mijn bril die is niet lekker goed schoon. Nee. Ik had hem wel zo gemaakt, maar. Ja, dan zijn die honden aan het vechten. Dan komen de stofdeeltjes weer aan de omhoog, hè? Ja. Zo. Dat ziet een beetje beter. En dan maar weer eens even schoonmaken in dat bakkie, ja.
Maar oké, lieve vrienden. Ja, jullie staan nou in de normale statief. Niet met dat lichte ding, want dat heb ik nou niet nodig. Nee. En ik had in donkere ruimtes nodig. Maar ik ga het wel eens proberen. Met de lamp naar achteren toe of omhoog toe, weet je. Dat ik niet het licht in mijn bril krijg. Want dat is niet leuk, niet voor jullie, maar ook niet voor mij. Dus dat gaan we ook eens uitproberen. Maar ik krijg vandaag nog hulp van Roderick bij dingen. Dus ja. Want ik kan mijn mobiel met de snoer niet aankoppelen aan de computer. Want, even zien, hier heb ik de snoer. Deze kant gaat in de telefoon. Dan zou die in de computer moeten kunnen. Wat denk je? Past er niet in. Terwijl die computer nog niet zo oud is, hè? Nee. Want daar baal ik wel van. Dus er moet weer iets extra's bijgekocht worden, zodat het wel kan. Ja, jullie begrijpen het. Het kost allemaal maar weer geld. Maar ja, niks aan te doen. Het is nou helemaal zo. Daar is Astrid. Zo, we hebben het nog niet door. Gelukkig niet. We wachten het af. En dus, maar het komt allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet. Oh, even doppen. Ik zeg, kameraden. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. En er is er eentje die wil op schoot eigenlijk. Dus die is aan het klimmen en dat is onze Rijka. Maar ik zit weer naast iemand. Ik kwam even onverwachts langs wippen. Nou ja, wippen. Rijden. Onze Mario. Hoi. Kijk eens hoe mooi beeld. Nou, zie je zelf ja, super. Ja, en heb ik geen lamp aan. Net zoals vorige week met mijn oude mobiel. Dus alles is veel scherper. Ja, hè? We zijn er blij mee. Toch? Ja, bedankt. Ja. Ja, oké, okay, lieve vrienden. Dat, ja, en daar hebben we onze Rijka. Ja, hoe goed zie je? Onze Rijka. En waar is die andere knap? Die is daar. Die is daar. Ja, nog zo knapperd. Hé? Ja, toch? Zo knap. Wat denk je allemaal knap? Hé? Ja, vier knappe dames, of niet dan? Vier knappe dames, toch Mario? Ja, zegt Mario. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond voor u. En uiteraard, voor later op de avond, wel rusten, mooie dromen en morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant voor de nacht. Doei! Kijk, ijs op het water. Dat is voor het eerst dat ik dat in jaren hier zie. Ijs op het water. Wauw. Mooi. Echt wel. Wauw. Echt. Rijka heeft Legion, Elwing niet, want die is kapot. Ja. Nou, lieve vrienden, bij deze wens ik jullie alsnog weer een welterusten. Doei doei!